taken zijn heel verschillend. Van schoonmaken tot klanten helpen. Eigenlijk alles wat er beneden moet gebeuren, dat doe ik eigenlijk wel. We beginnen eerst eventjes met de tafel, omdat die het belangrijkst is. Dit zijn de t-shirts die vervangen kunnen worden wanneer ze op zijn. En hier zie je t-shirts. Wat ik zo leuk vind aan het verkopen is dat je eigenlijk altijd met verschillende mensen bezig bent. Je hebt heel veel verschillende vragen wat mensen stellen. Ja, je hebt altijd wel wat te doen. Het is heel verschillend. Het is ook echt geen één dag hetzelfde. Hoe zit die voor je? Hij zit goed. Wil je alleen voor mij een knoop geven? Ja, tuurlijk. Wat mij blij maakt is echt als een klant met een grote glimlach de deur uitgaat. En gezellig nog een keer langskomt en je dan ook herkent. Nou, het zijn best wel lange dagen inderdaad wat je moet staan, maar... Ja, omdat je zoveel afwisselingen hebt en toch als je met een klant bezig bent of het is druk, dan gaat de tijd zo snel dat je eigenlijk echt niet door hebt dat je gewoon hele lange dagen op de vloer staat. En ja, Liz kan eigenlijk gewoon heel goed verkopen. Goed service bieden aan de klant en zorgt altijd wel dat de klant tevreden de deur uitgaat. Kijk eens alsjeblieft. Fijne dag. Mijn praktijkopleider is Renate. Ik beschrijf haar als een gezellige vrouw. Ik kan veel met haar lachen en ook gewoon mijn verhaal bij haar kwijt, ook iets persoonlijks. En gezellig. Ik verwacht veel enthousiasme, want dat is eigenlijk al het halve werk. Service verlenen aan de klant, goed kunnen verkopen, weten wat de klant wil, goed luisteren naar de klant. Ja, daarnaast vervoer aannemen, weten wat er binnenkomt. Eigenlijk alles wel een beetje wat met de klanten te maken heeft en met de spullen die wij verkopen. Ik zie mezelf over een poosje eigenlijk wel op de plek staan voor Renate. Werkoverleg met mijn manager.